Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Dinsdagavond zijn de kwartfinale wedstrijden gespeeld van het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. In Delft bleef Vitesse Delft nipt met 3-2 de baas over DHC. Forum Sport speelde thuis tegen Te Werve. Die wedstrijd eindigde in 2-2. En bij de strafschoppen was Te Werve de sterkste met 1-3. Kwik was opnieuw Haneburg een maatje te groot voor Die Haag en won met 5-0. En dan aan het kleine Lo won Westlandia zondag van Fuk. Fuk stond bij rust met 3-1 voor, maar verloor met 3-4. Na de loting spraken we met de winnend trainer aan het kleine Lo, Edwin Grunholz van Westlandia. Edwin, de wedstrijd tegen Fuk, eigenlijk een hele rare wedstrijd. Klopt, we begonnen slap. Heel veel in de opbouw fouten maken op een slecht veld. En Fuk die dan vanuit de omschakeling reageerde. En terecht op 3-1 kwam, maar we creëerden ook eigenlijk niks. Dus het was, ik word niet snel boos, maar in de rust heb ik er wel wat van gevonden. En ook daarin grens aangegeven van hoe ik dingen zie. En dan moet ik zeggen, tweede helft hebben we dat helemaal omgezet. Vlak in het begin van de wedstrijd moest Van Bokhoven al afhaken. Hamstringblessure, geloof ik. Ja, vind ik jammer, want ik heb hem gisteren bij de fysio gezet. En die hadden aangegeven dat het geen kwaad kon. En volgens raakte hij toch geblesseerd. En dat vind ik toch wel jammer. Tweede helft begint dan. Je moet tegen Fuk spelen die inmiddels met 10 man verder moet. Wat was de opdracht tweede helft voor jouw ploeg? Nou, in ieder geval meer strijd leveren. Zowel verdedigend als aanvallend. Ballen spelen waar het moet zijn. Snel de zijkant zoeken op een slecht veld. En dan moet er gewoon beleving zijn. Dat we aantoonbaar konden zien dat we die wedstrijd wilden winnen. En dat heb ik tweede helft wel gezien. Ja, en dan moet je een beetje geluk hebben. Want in het begin veel ballen, net niet. Ja, en gelukkig valt dan op een gegeven moment voor jullie dan die tweede goal erin. En dan ruikt het dan meer. Ja, Mark Moes zei het al terecht. Je weet mijn speelwijze. Op een gegeven moment ga je natuurlijk mensen naar voren sturen. Ja, in de count krijg je nog één kans op de winnende treffen eigenlijk. Dat was een goede redding van Jari, die redt ons daarin. Maar verder, tweede helft heb ik heel veel kansen gezien die zelfs voor mij een keer volledig kool staan te missen. Goed, wel tevreden dat jullie dan in ieder geval in de halve finale staan. Ja, je hebt altijd een wedstrijd in het toernooi waar het even wat minder loopt. Dat heb ik in het verleden ook al meegemaakt en die halen vandaag eruit. Dus ja, daar ben ik tevreden over. De volgende tegenstander in die halve finale, Te Werve, winnen via strafschoppen van Forum Sport. Een tegenstander die jij natuurlijk niet kent. Niet zo heel goed, maar ik ben natuurlijk wel breed bekend met het Haagse voetbal. Ik ken de trainer. Ik weet een beetje zijn filosofie over voetbal. En niks te onderschatten. Wordt er best wel weer een klusje, maar niet onmogelijk toch? Goed, op een avond waarin u wint van de Fuk. Ja, jullie moesten op twee fronten actief zijn. Want er was ook nog een wedstrijd voor de Westlandclub tegen HVC 10. Ja, ik heb daar nog niks van teruggekregen. Wel teleurstellend resultaat, want ik had daar ook graag doorgegaan. Omdat we ook daar gewoon Marcel de Bruin, Van der Knaap, Nick van Vliet, Jordi de Wit. Dus genoeg jongens die toch al meedoen. Salem die zondag in de baas heeft gestaan. Dus eigenlijk wel een beetje teleurstellend. Dus, maar ik weet niet wat daar gebeurd is. En de wedstrijd tegen Te Werve, in ieder geval weer een wedstrijd op kunstgras. Ja, en dat moet ik zeggen, dat is beter dan vanavond. En dan de loting voor de halve finales. Te Werve ontvangt in Rijswijk het zonderteam van Westlandia. En op Tandhof Zuid in Delft speelt Vitesse Delft tegen Kwik. De data voor de beide halve finale wedstrijden zijn nog niet bekend en worden vastgesteld in overleg met de vier ploegen. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.